Welkom bij Behind the Impact. In deze podcastreeks zoomen de experts van Meteoris in op de nieuwste ontwikkelingen in marketingland. Hun favoriete technieken en frameworks, de best practices die ze toepassen in meer dan 100 digitale trajecten en zoveel meer. Kort, krachtig, to the point en meteen toepasbaar. Let's go for impact. Dit was ooit een Content Machine aflevering, maar de feedback was zo positief dat we hem nog een keertje delen. Welkom Cindy, we kennen u als distribution en scaling expert bij Strongtail. We hebben de vorige keer met Alfredo gebabbeld over het social media gedeelte, over dat iedereen dat moet doen, dat staat niet ter discussie. We hebben het over de contentkalender gehad. Uw job houdt een beetje in om voor die distributie van de content te zorgen. Hoe doen we dat? Wat houdt uw job eigenlijk juist in? Wat doe jij hier eigenlijk? Eigenlijk houdt dat in dat ik die content ga distribueren op advertentiekanalen. Dat kan op social, dat kan op Google. Maar in dit geval gaan we vooral over social spreken. Waarbij dat we dan gewoon zorgen voor een groter bereik eigenlijk. We gaan zorgen dat die content meer mensen bereikt, dat die ook de juiste mensen bereikt. Omdat we ook specifieker kunnen gaan targeten. Ten opzichte van organisch? Ja, klopt. Want bij organisch, als je gewoon een organische post op je bedrijfspagina zet, ja, dan de mensen dat gaan zien, gaan vooral de volgers van die bedrijfspagina zijn. En ja, soms misschien ook nog mensen die het gaan delen op hun eigen netwerk en zo. Maar dat bereik blijft redelijk beperkt. En dat gaat veel groter zijn als je specifiek kunt gaan zeggen, ik wil mensen bereiken boven de 40 jaar bijvoorbeeld, in een straal rond Antwerpen, met interesses of bepaalde gedragingen op social media. Je kunt daar heel specifiek in gaan. En dat is het voordeel eigenlijk, dat je daardoor ook je content kunt gaan scalen en kunt gaan verder verspreiden in de feed. Dus eigenlijk met een vette knipoog naar onszelf, als wij ervoor kiezen dat we marketing managers binnen bedrijven met meer dan 50 werknemers willen targeten met de content van onze podcast, dan kun jij ervoor zorgen dat als die hun feed open doen, dat ik op die mensen in de LinkedIn dat wij op die mensen in de LinkedIn verschijnen. Ja, oké. Inderdaad. En hoe ziet dat er dan uit? Want ja, we kennen advertenties op Facebook en op LinkedIn van die zo. Meestal zit er dan zo op, zo van, ja, klik hier om dit te lezen of schrijf je hierin. Hoe moet ik me dat dan voorstellen? Ja, dat zijn zo de typische advertenties die je vaak ziet verschijnen. En dat komt eigenlijk ook doordat er vaak gefocust wordt op leads. Maar in dit geval eigenlijk, wat dat wij meer naar voren willen dragen, is om te focussen op advertenties die meer op informatiedeling gericht zijn en ook meer die expertise naar buiten laten brengen. Mm-hmm. Je moet zorgen dat je zichtbaar bent in de feed met je kennis. En je kunt daar eigenlijk ook veel manieren voor gebruiken. Je kunt experten aan het woord laten uit je bedrijf en daar video's rond opnemen. Om echt die brand awareness eigenlijk te gaan vergroten. Dus niet meer, ik heb een nieuwe blog geschreven, klik hier om hem te lezen. Maar eerder, ik heb een nieuwe blog geschreven, hier zijn de learnings, met eventueel een link in de comments of een video erbij die dat al effectief de informatie geeft. Zorg dat mensen het platform niet meer moeten verlaten. Het gaat eigenlijk minder om die kliks en die conversies, maar meer om het verspreiden van die boodschap. En op die manier gaan mensen ook aan u denken, mm-hmm. In plaats van dat jij ze echt moet leiden via die advertentie naar uw website. Oké. Okay. Informatie delen, betalen voor informatie te delen en geen leads. Ik moet dat verkocht krijgen. Hoe gaan we hoe kunnen we dat uitleggen dat toch een interessante is? Ja, dat is een moeilijke, omdat klanten ook vaak met de verwachting komen van zet eens een lead gen campagne op en we gaan direct meer leads genereren. Maar dat is eigenlijk ook niet voldoende van enkel te focussen op die onderste laag van de funnel. Het gaat eigenlijk meer om een combinatie van een stukje lead gen, maar daarboven ook een heel groot stuk informatie, contentdeling, waarbij je die expertise uitdraagt en meer op die bovenste laag van de funnel gaat werken. Oké. Okay. Dus top of mind zijn, elke keer als je je feed open doet, ervoor zorgen dat je zichtbaar bent. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Oké. Okay. Nu,
Ik kan het me zo voorstellen van, we doen dat. Je zegt zelf van, ja, kijk, het werkt niet zo snel. Mijn eerste vraag is, ja, misschien moet ik daar beginnen. Mijn eerste vraag is van, ja, kijk, goed, we gaan meer awareness-campagnes doen. Moet ik mijn lead-campagnes dan afzetten? Nee, afzetten zou ik niet doen. Je moet ze eigenlijk gewoon op elkaar laten inspelen. Door er een eerste fase aan te zetten waarbij je met video's werkt. En nadien kun je nog die mensen die die video's hebben bekeken remarketen met een lead-gen advertentie. Maar je zorgt er eigenlijk voor dat die elkaar gaan versterken. Maar het is wel belangrijk dat je het ook niet op die awareness-campagnes gaat evalueren vanuit de metrics die we vaak zien bij lead-gen. Kliks en conversies, dat daar vaak op wordt gefocust. Het is ook belangrijk dat er, ja, dat er ruimte wordt gegeven om die campagnes een lange termijn effect te laten geven. Omdat die expertise en die kennisdeling, ja, dat heeft ook wel wat tijd nodig voordat dat wordt opgepikt. En tezij, ja, je gaat eigenlijk nadien pas het effect of een impact merken van die zichtbaarheid in de feed. Welke tip kunnen we bedrijven meegeven die na anderhalve maand, na een week of zes in paniek schieten van we zien hier eigenlijk, we steken hier geld in, want kijk, we gaan video opnemen, we gaan content delen, we steken er zo'n tijd in om de juiste sprekers te vinden. We gaan dat beginnen delen, we gaan er dan ook nog eens budget en mediabudget achter steken om dat dan te sturen. Maar er komt niet zo meteen iets op terug. Welke tip kunnen we die mensen eigenlijk het beste meegeven? Ja, eigenlijk vooral niet te snel in paniek raken. Want dat zien we wel vaak van, oei, er komen geen leads uit, maar dat is niet de doelstelling. Het is eigenlijk wel een mindswitch dat je moet hebben. En ook dat je eigenlijk op lange termijn het effect moet verwachten. Ja. De algoritme van social media kanalen, die moeten ook eerst nog wat data verzamelen. Voordat je die advertenties al snel terug gaat aanpassen, omdat je denkt dat ze niet werken. Dus die lange termijn evaluatie, dat moet er ook wat meer in komen. Ja, met een aanpak gaan we er eigenlijk voor zorgen dat wij gaan niet vragen aan de mensen van, hey, neem met ons eens contact op. We gaan gewoon de mensen informeren van hetgeen wat we doen, wat we voor hen kunnen betekenen. En als ze ons nodig hebben, ja, dan moeten ze aan ons denken. Ja. En dan komen ze automatisch naar ons. Want je kunt bijvoorbeeld ook op je website formulieren vragen van waar kent je ons van? En dan als je merkt dat ze daar al vaak gaan zeggen, ik ken jullie van een podcast of van een webinar of van een video op social, dan weet je dat die zichtbaarheid van je merk aan het vergroten is. Ja. Ja, dat is ook wel eentje dat we verplichten eigenlijk. Hè. Dus vanaf het moment dat we een content traject gaan opzetten, verplichten is veel gezegd, maar hè, we raden dat alleszins aan, omdat self-reporting attribution veldje, dus simpel gezegd, hoe hebt u ons leren kennen, open tekstveld, verplicht gemaakt, zodat mensen dat moeten invullen. Vanaf het moment dat we dat gaan toevoegen, dan zal je in het begin zien van, ja, ik heb je gevonden via Google, of ik had een advertentie zien staan op LinkedIn over uw webinar, en zo ben ik bij u terechtgekomen. Maar op termijn ga je daar zien dat mensen gaan zeggen van, ja, kijk, ik volg u al een tijdje op LinkedIn, ik ben een luisteraar van de podcast. En dat zijn eigenlijk degenen die dat je wilt, degenen die dat automatisch naar u toe komen vanuit uw podcast of vanuit uw videobeelden. Want je kunt dat anders niet meten. Nee, klopt. En dat zijn niet direct de mensen die gaan liken of gaan reageren per se. Ja, je kunt perfect nu een video meten. Ja, want je kunt perfect nu een video zien, op je feed komen, daar niks mee doen, gewoon weten, ik heb dat gezien. Twee weken later stuurde jij je tweede filmpje, want ik ben in uw doelgroep, dus ik krijg je tweede filmpje. Twee weken later krijg ik ook. Ik vind dat interessant. Ik laat dat hier binnen kamers op bedrijf eens rondgaan. Een van mijn collega's gaat u opzoeken. Die gaat op Google zoeken de naam van uw bedrijf. Die komt op uw website op, die vindt dat interessant. Die doet er misschien nog niks mee, maar die gaat gewoon eens kijken op uw website. Die vindt dat misschien interessant. En twee, drie weken later, als ze dan toch denken van, ja, kijk, dat suddert nog altijd, hetgeen wat ik er gezien heb, nu ga ik toch eens zien, die drukken uw website in, strongtail.be, je doet een conversie, je vult dat formulierje in, je drukt op verstuur, en wat zegt Google Analytics? Conversie via direct, zegt hij. Terwijl dat eigenlijk, heel die flow dat erachter zit, waar dat je niks gedaan hebt,
wat dat ook maar meetbaar is, behalve ja, een bezoek aan de website en een view op je dingen, dat wordt allemaal niet meegekeken. Nee. Daarom, dat veldje, ik heb je filmpje gezien, vandaar ken ik u, het was interessant, bam. Je weet dat, je kunt je gewoon turven of in je Excel plus 1 zetten. En je weet jij perfect. Ja. Het is iemand in je Excel, in je CRM. Ik moet zeggen van mijn collega's in je CRM... plus 1 en je ziet direct van waar het Maar dat kun je dus ook niet afleiden uit de metrics die je nu gewoon ziet in social media. Je post een video. Mm-hmm. Je kunt wel video views of cost per view gaan rapporteren, maar je weet niet hoeveel dat er uiteindelijk, hoe succesvol die video was op vlak van het einddoel. Mm-hmm. Ja. Je zult ook nooit één video kunnen afmeten ten opzichte van het grote succes. Wat dat we wel zien is... wat dat wil doen eigenlijk is, we gaan ook de video's organisch posten. En degenen die dat dan goed werken, dat zijn dan meestal degenen die dat we dan gaan inzetten op social page. Ja, die kun je dan ook eigenlijk in een campagne bijvoorbeeld een organische post gaan boosten, daar budget achter zetten en dan ook op die manier die interactie op die organische post meenemen, bijvoorbeeld. Dat is ook wel ene dat goed werkt. Budgetten? Je zegt budgetten, de focus in budgetten. Sommige bedrijven doe jij een business manager open en dan zul je daar 2 pagina's lang aan campagnes zien staan. Ja. Hoe kunnen we dat opkuisen? We zien eigenlijk wel vaak dat er moeilijk een focus kan gekozen worden in budgetten. Er is een bepaald beschikbaar budget en ze willen dan... iedereen binnen het bedrijf tevreden stellen. Mm-hmm. Iedere business unit bijvoorbeeld moet een campagne hebben. Maar dat werkt zijn eigen eigenlijk tegen, want je gaat je budget zo smal gaan verspreiden. Mm-hmm. Het is beter om de focus te kiezen op een paar campagnes en daar meer budget naar te gaan laten gaan, waardoor dat ook beter gaat draaien. Want mm-hmm. Hoe meer data en hoe meer volume dat een bepaalde campagne kan genereren, hoe beter dat algoritme daar ook op gaat kunnen inwerken. Dus, dat zeggen we eigenlijk ook in de podcast met Matteo over het Content Machine Framework. We gaan gewoon voor een bedrijf 1 concept kiezen. Ja. Al onze campagnes hangen we op aan dat ene concept, maar dat kan perfect awareness zijn, video informerend, waar dat dan mensen op interageren of mensen bekijken die je. Daarna krijgen die via remarketing een volgende stap, een downloadable bijvoorbeeld, of leuke content dat ze nodig hebben om naar die volgende stap te gaan, om dan in het laatste fase pas richting echt een concreet project, product, dienst terecht te komen. En zo zou zo'n flow er bijvoorbeeld kunnen uitzien, hè? Oké, stel nu dat mensen aan de hand van deze podcast, of ze spelen daar al mee langer in het hoofd, maar ze denken van, kijk, we willen ermee starten. Hoe begin je in godsnaam eraan? Je kunt eigenlijk heel simpel beginnen vanuit 1 stuk content. Mm-hmm. En vanuit 1 stuk content, bijvoorbeeld een video, kun je ook heel veel afgeleiden maken. Okay. Dus je kunt daar snippets van maken, je kunt daar carousels van maken, quotes... je kunt daar cijfermateriaal uit halen om daar eventueel ook een e-book of een whitepaper van te maken. Je kunt eigenlijk heel veel soorten content gaan maken op basis van 1 groot stuk. Uh-huh. En die verschillende soorten content kun je dan gaan adverteren naar je doelgroep, naast elkaar, zodat je verschillende soorten varianten hebt. En dat ervoor zorgt dat je doelgroep ook verschillende soorten content gaat zien. En daar dan ook geen... advertentiemoeheid gaat optreden, dat er genoeg variatie blijft. Ja, want je wilt natuurlijk niet 20 keer hetzelfde filmpje tegenkomen. Nee, inderdaad. Ja, dat wil je natuurlijk niet. Okay. Je kunt ook bij zo'n advertentie heel veel verschillende soorten begeleidende kopie erbij, tekstopties erbij gaan zetten, waardoor het algoritme ook gaat leren welke soort kopie het beste werkt. En dat gaat hij dan ook naar voren schuiven. Dus er zijn massa's veel mogelijkheden. Dat is het voordeel ook aan meer met machine learning te gaan werken. Kortom, voor al uw vragen, 1 adres, Cindy van Dessel, als je uw content bij uw juiste doelgroep wilt krijgen, toch? Ja, zeker doen. Voilà, zeker doen. Naar hier. Dankjewel. Graag gedaan.